geachte meneer en mevrouw Hansmans. Ik wou u mijn innige deelneming betuigen met de dood van uw zoontje Danny. Ik weet dat er al 8 maanden voorbij zijn sinds het ongeluk. En ik ben ervan overtuigd dat het voor u nog steeds zeer pijnlijk is aan die dag herinnerd te worden. Ik denk veel aan wat er gebeurd is. En u ook. Daar heb ik zeker van. Ik heb wat problemen gehad, thuis en op school. En een paar mensen die dachten dat het misschien wel een goed idee was als ik u een brief schreef. Het spijt me als mijn brief u van streek brengt. Dat is zeker en vast niet mijn bedoeling. Ook al ken ik Danny niet zo goed, toch heb ik het artikel gelezen. En ben ik blij dat ik een beetje meer over hem te weten ben gekomen. Danny ziet er mijn cool gastje uit. Ik weet dat u hem mist. Zoals je al in het artikel vertelt. Vooral het stuk waar meneer Hansmans vertelde over de robots van Danny vond ik goed. Want als ik zo oud was als Danny, dan was ik ook zat op robots. In feite ben ik nu nog steeds in zekere zin. Ik zend u hierbij een kort verhaal dat gepubliceerd zal worden in ons schoolblad. Ik weet niet of je van science fiction houdt, maar ik heb het er toch maar in gesloten. Graag zou ik het verhaal opdragen als aanmerking aan Danny. Het is niet dat er robots in komen, maar ik denk wel dat Danny ervan zou houden als hij mijn leeftijd had. Zou het u het erg vinden als ik het aan hem opdraag? Als het ja is, laat me dan iets weten. Het blad wordt gedrukt op 31 maart. Als u mij voor die datum iets kunt laten weten, dan kan ik ervoor zorgen dat de opdracht er niet in komt. Ik weet dat dan niets verandert, maar wat gebeurd is. Ik wou alleen maar laten weten hoe erg dat ik het vind van Danny. En ik besef ook hoe moeilijk ik het ook heb gehad, ik nooit de omvang van die verlies zal begrijpen. Dat heeft mijn moeder zeker al 100 keer gezegd. Ik bedoel natuurlijk hoezeer dat me spijt dat de dingen zo gebeurd zijn. En dat ik wou dat ik die dag een blokje om had gereden. Ik ben er zeker van dat u er ook zo over denkt. Dat was het. Als u mij nog iets kunt laten weten over die opdracht, dan kan u mij altijd meenemen naar boven het staatadres. Als ik iets van u hoor, dan ga ik ervan uit dat u het goed vindt. Met de meeste hoogachting, Jason De Nijs. PS, is het misschien mogelijk u ooit eens persoonlijk te ontmoeten?